hele Belastingdienst, dat is al jaren kommer en kwel. Nu is het wel heel extreem. Maar wat ik me altijd afvraag is, wie gaat dat nou een keer oplossen? Want ja, meneer Snel is er nu, daarvoor was meneer Wiebes, maar ze blijven nooit zitten om het klusje te klaren. Nou, wat er opgelost moet worden is dat nu de ouders die dus onterecht van fraude zijn beticht en die duizenden euro's hebben moeten terugbetalen, dat die in ieder geval genoegdoening krijgen en het geld terugkrijgen en een schadevergoeding krijgen. Dat moet gebeuren. Dat is even het belangrijkste, maar dan is dat slechts even damage control en terecht, die moet ook snel gebeuren, maar het blijft. Het is al jaren kommer en kwel daar. Met software, met mensen die weggaan. Meneer Wiebes ziet te veel geld meegaan, waardoor iedereen wegging. Wanneer wordt dat aangepakt? Ja, je zou willen dat de staatssecretaris dat aanpakt. De vraag is heel erg hoe voortvarend hij daarmee aan de gang gaat. Onder andere ook omdat mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn nog altijd blijven zitten waar ze zitten. En dat is wel een probleem. Kijk, ik kan niet beoordelen of er echt ook schuldigen zijn in de zin van strafrechtelijk schuldig. Maar als je het met dezelfde mensen moet oplossen die het probleem hebben gecreëerd, heb je misschien het probleem te pakken. Ja, je zegt eigenlijk, je moet de rotte appels eruit halen. Ja, dat zegt de Belastingdienst zelf eigenlijk ook. Hè. Vorige week hebben we dat gehoord. Er was intern gezegd, wij moeten integer zijn. En het geluid van de gewone medewerker was, wat wij, jullie. En die wijzen dan uitdrukkelijk naar de top. Dus ik vind dat daar serieus naar gekeken moet worden. Ja, dat wordt dan wel een keer tijd, want er staan ook weer verkiezingen voor de deur. En dan is meneer Snel, als die al niet aftreedt of weggestuurd wordt, ja, die is er dan misschien niet meer. Ik vind dat hij zou moeten aftreden hoor, over deze Ja, dat is heel duidelijk, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want je weet hoe het gaat, de hand wordt boven het hoofd gehouden. Maar ze weet dat het 10 jaar lang buiten de wet gehandeld is. En dat dat echt duizenden gezinnen in enorme ellende heeft gestort. Door een overheid die mensen moet beschermen. Dan vind ik dat daar politieke verantwoordelijkheid bij hoort. Dat zullen we morgen in het debat wel zien. Hè? Kijk, ik vind als het gaat over die toeslagen, laten we er gewoon mee stoppen met die toeslagen. En niet dat mensen dan die hoge rekeningen zelf moeten betalen, maar door te zorgen dat de zorgtoeslag overbodig wordt. Inkomensafhankelijke zorgpremie. Kinderopvang kunnen we een paar dagen gratis maken en qua uurprijs veel goedkoper. Als we al die kosten die nu in die toeslag zitten direct overmaken naar die sector, dan ligt het risico niet bij de mensen die mogelijk te veel aanvragen, te weinig krijgen, een foutje maken, als fraudeur worden bestempeld. Je wilt zeggen, dan ben je als overheid altijd in de lead en dan maak je zelf de fouten en dan... Ja, precies. En dan zijn de gevolgen, als het fout gaat, ook voor de overheid en niet voor de gezinnen. Kijk, en voor de huurtoeslag geldt natuurlijk gewoon, en dat gebeurt ook al in andere landen, gewoon de huren bevriezen en de huren verlagen. Dat zou veel beter zijn dan dat rondpompen van dat geld. Het is echt een groot probleem. Maar goed, wat u nou beschrijft, heeft u absoluut een punt. Maar we hebben het hier over gewoon, ja, dit was wel moedwillig bepaalde burgers in Nederland pesten. Alle andere gedonden bij de Belastingdienst, de software. Dan vraag ik me wel eens af, we moeten toch dan stappen verder kijken. Alleen dit. Ja, zeker. Dit moet je oplossen. En hier moeten we wel onderzoek naar doen van hoe kan het ontstaan dat een overheid zich zo tegen mensen keert. Zo lang heeft plaatsgevonden. Er is meerdere malen op het ministerie gesproken dat dit eigenlijk niet goed gaat. En hoe kan dat dan toch doorgaan? Daar vind ik dat de parlementaire enquête echt voor nodig is. Doe maar. En meneer Snelweg en een parlementaire enquête. Zeker. Okay. En schadevergoeding. Ja, oké. Maar daar wordt aan gewerkt, toch? Ja, nu alleen nog maar voor 300 gezinnen. En dat zijn er waarschijnlijk wel veel meer. Duizenden tot tienduizenden, durf ik wel te zeggen.